Al sinds 1961 onderhouden Nederland en Korea een goede diplomatieke relatie. Sindsdien hebben zij een ambassade in Den Haag en wij in Seoul. Maar hoe is die goede band tussen beide landen nou precies ontstaan? Waar zien we dat vandaag de dag terug in Nederland? En wat weten wij Nederlanders nou eigenlijk precies over Korea? Nou, ik weet dat ze een hele eigen geschiedenis, cultuur en gebruiken hebben. Ik ben Eva en ik ga vandaag op pad om dit uit te zoeken. Zou u Korea kunnen aanwijzen op de wereldkaart? Nu vraag je me wat. Ik weet het wel. Dat is Azië. Ja. Dit? Nee. Maar ik zou zeggen deze. Oh ja, dat was het. Ja. Nice! Ja, hier. Als ik zeg Korea, waar denken jullie dan aan? Het enige wat ik eigenlijk echt van weet is Guus Hiddink als voetbaltrainer. Ik denk vooral aan Seoul en Busan, de twee grote steden. Zuid-Korea is vrij westers, dus dat loopt wel een beetje gelijk met ons. Made in Korea. We zien het vaak staan op make-up producten, zo ook van onze oer-Hollandse HEMA. Maar ook op elektronica, zoals bijvoorbeeld tv's, wasmachines en smartphones. Ook Koreaanse eten en Koreaanse muziek zijn erg populair in Nederland. Maar waar is die verbinding tussen beide landen nou ooit gelegd? Dat weet Frederik Harmsen, die ik hier vandaag in de Rijp ga ontmoeten. Jan Jansson Weltevree was een Rijper, zoals we dat noemen. Dat wil zeggen geboren in de Rijp. En hij is bij toeval samen met twee maten in 1627 in Korea gekomen. Het land was in feite in oorlog met Mansjoerije. En door zijn kennis van buskruid en van wapens was hij in die tijd heel belangrijk voor Korea. En is daar de rest van zijn leven gebleven. Is Koreaan geworden. Koreaanse naam Pak Yon aangenomen. Kinderen gekregen. En door het feit dat Jan Jansson Pak Yon echt Koreaan geworden is, is hij voor nu, voor ons en voor Korea het symbool van de vriendschap tussen de beide landen. De eerste link tussen Nederland en Korea is gelegd. 26 jaar nadat Weltevree schipbreuk heeft geleden in Korea, overkwam dit de volgende Nederlander. Zijn naam is Hendrik Hamel. We zijn onderweg naar Gorinchem, naar het Hamel Museum. Daar ga ik spreken met Evert Spraklaar. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Leuk je te zien. Zeker. Het is geen Columbus, maar in Korea wordt hij wel als zodanig gezien. Als de ontdekker van Korea. Hamel kon lezen en schrijven, dus hij werd boekhouder. En als boekhouder is hij ook bekend geworden, later met zijn Hameljournaal, een scheepsjournaal. Wat ertoe geleid heeft dat Korea bekend is geworden in de wereld. Blijkbaar heeft Nederland een grote rol gespeeld bij de introductie van Korea in het Westen. Wat leuk is om te weten is dat Gorinchem nog steeds verbonden is met zusterstad Ganjin, waar Hamel gevangen zat. In de periode na Hamel heeft Korea zich vooral ontwikkeld op financieel, cultureel en maatschappelijk gebied. Ik ben onderweg naar Den Haag, waar ik het Vredesmuseum bezoek dat is toegewijd aan Ijun. Een bijzondere man in de Koreaanse geschiedenis. Ulsan은 1907년 우리나라 독립운동 초기에 해외에 오셔가지고 외교적으로 다시 말하면은 평화적으로 독립운동을 하시다가 여기서 순국을 했어요. In de 20e eeuw werd Korea een protectoraat van Japan. De Koreaanse rechter en diplomaat Ijun werd samen met twee collega's richting de Second Hague Peace Conference gestuurd om vrijheid en onafhankelijkheid van Korea te realiseren. Hun diplomatische missie was om aan de international community te vertellen dat de Japan-Korea Protectorate Treaty illegaal was. Dit werd echter tegengehouden door Japan. Hun toegang werd geweigerd
En enkele weken later werd Ijun dood aangetroffen in zijn hotelkamer. Zijn daden hebben tot op vandaag de dag nog impact en zijn inzet en offer worden nog ieder jaar herdacht, zowel hier in Nederland als in Korea. Nederland en Korea hebben dus een bijzondere relatie. Dat bleek ook toen Nederland troepen richting Korea stuurde tijdens de Koreaanse oorlog. Korea is hier Nederland nog steeds dankbaar voor. De Vereniging Oud-Korea-Strijders is een organisatie die de belangen van leden en nabestaanden van Nederlanders die meevochten behartigen. Welkom in onze historische collectie van het regiment van Heuts. Dank je. Heel leuk, ga je gang. Als op een gegeven moment na de Koreaoorlog een generaal-commandant van de 2e divisie waar Nederland bij toegevoegd was. Die kreeg een koninklijke onderscheiding op de Nederlandse ambassade en die zei daar dat hij trots was dat het Nederlandse bataljon in zijn divisie zat, want de Dutchies waren de beste. Beter dan mijn eigen Amerikanen. Ja, dus dat is een hele belangrijke rol geweest. En is er op dit moment nog veel contact tussen beide landen naar aanleiding van de relatie die in de oorlog is ontstaan? Jawel, er is heel veel contact, maar dat is ook uit dankbaarheid van die Zuid-Koreanen. Als je daar dan bent, ik heb het een paar keer mee mogen maken, ook de Koreaanse bevolking, hoe die reageren als ze zien van, hé, dat is een veteraan. Ja, dat is zo geweldig. Dit is de clubvlag. En vorig jaar hebben wij een presidential citation gekregen als vereniging. En buiten die linten die aan die vlag hangen, hebben we daar een hele hoge onderscheiding die is uitgereikt aan het bataljon. Ja, daar mogen ze heel trots op zijn. Dus nog hele goede banden tot vandaag de dag. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Mooi om te zien dat deze oorlog 70 jaar later dus nog steeds wordt herdacht. We weten nu iets meer over de internationale betrekkingen tussen beide landen en ik ben heel benieuwd waar dat anno 2021 tot heeft geleid. Dus hoe zijn die verhoudingen nu? In het volgende onderdeel gaan we kijken naar de business tussen beide landen.